Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. We gaan weer een video doen over Tinkercad en dan iets meer geavanceerdere functies. We gaan iets dieper in het programma. Kun je je nog herinneren de vorige keer? We hadden een vierkantje gemaakt en dan deden we met zo'n soortgelijk vierkantje, alleen dan in een soort van antimaterie, dat grijze rondje hier, of het grijze vierkantje hier, gingen we dat uithollen. Echter, hier aan de rechterzijde zien we een aantal sliders zitten, een aantal schuifbarren zitten. En daar wil ik je toch even mee kennis laten maken. Ik ga even inzoomen op ons object, om te zien wat er eigenlijk gebeurt als ik zo'n schuifbalk ga verschuiven. Laat ik eerst maar eens die bovenste nemen, radius. Even doen. En wat je ziet, is dat zeg maar langzaam dat vierkantje tot bal wordt. Dus als jij wilt dat die kubus afgeronde kanten heeft, dan kan je dat hier realiseren. Gedeeltelijk met die schuifbalk, of door simpelweg hier een waarde in te vullen. Dat is er eentje in elk geval, die hadden we nog niet gezien. De volgende is steps, hij staat op dit moment op 10. Dus even kijken wat er gebeurt als ik die ga schuiven. Dat is wat minder heftig. Je ziet wel iets aan het object veranderen, maar niet zoveel. Dus deze functie, wat mij betreft bij het vierkantje, bij de kubus, doet hij niet zo gek veel. En dan kun je hier die lengte, die hoogte en die breedte ook hier nog eens gaan ingeven. Dat is simpelweg wat we al gezien hebben. Kijk maar, zie je dat? Gewoon simpelweg het object van grootte veranderen. Nou, ik zet hem weer even op 20. De laatste optie in dit schermpje is hier bovenin, dat je zeg maar kunt kiezen voor het solide object of voor het gatobject, het antimaterie object waarmee je dingen uitsnijdt als het ware. Je kunt ook nog de kleur veranderen door hier op die kleur van het solid te klikken, maar dat is meer voor het visueel zijn in je scherm. Goed, oké, dat is een mooie. Hierboven hebben we nog Lock Editing en Hide Selected. Nou, hartstikke mooi, niet zo belangrijk. Ik ga even dit vierkantje weggooien, deze kubus weggooien, want ik wil je nog iets anders laten zien. Als ik namelijk die cilinder hier pak, dan krijgen we nog wat andere mogelijkheden daar aan die rechterkant te zien. Dan zien we namelijk een aantal zaken als sides, bevel en segmenten. Dat wil ik je heel even laten zien. Als je namelijk heel goed gaat kijken op die kubus, dan zie je, of op die cilinder, dan zien we dat dat rond is niet echt rond. Rond bestaat eigenlijk uit kleine rechte lijntjes die aan elkaar gevormd een soort van ronde vorm creëert. Nou, laten we nou eerst die side eens gaan veranderen en kijk wat er gebeurt. Je ziet dat nu die lijntjes als het ware kleiner worden, dus wil je echt een rond object hebben, zo rond mogelijk, dan doe je hier die sides helemaal naar het maximale toe schuiven. Dan bevel. Nu zien we eigenlijk dat zeg maar de top en de bottom van deze cilinder, die wordt afgeschuind en krijgt daardoor een wat meer afgewerkte look. En dan tot slot segmenten. Die gaan we ook nog even doen. Ja, en daar zien we weer erg weinig veranderen. Zodat ik durf te zeggen dat segmenten weer een wat lastigere functie is. Waarvan eigenlijk in dit geval niet helemaal duidelijk is wat er gebeurt. Nou, dat was even ten aanzien van de basic vormen die we hadden. Dan, als we hier aan die rechterkant kijken, dan hebben we daar de workplane. Dat is hier dat gedeelte waar we dus op aan het creëren zijn. Dat met die blauwe millimeterlijntjes. En we hebben die ruler. Nou, die ruler, die is... daar zijn hele mooie filmpjes over op dit net te vinden, om zeg maar een wat meer betere maatvoering te krijgen. Ja? Daar is die ruler voor. Dus als ik die ruler hier plaats, dan krijg ik straks, als ik het object hiermee ga uitlijnen, dan kan ik daar duidelijk maten te zien gaan krijgen. Nou, laten we dat maar eens doen. Het object uitlijnen. Zo. En we zien gelijk hier maten verschijnen. Zie je dat? Kijk, en die maten kunnen we dan weer aanpassen. Nou, oké. Ook die ruler. Voor nu vind ik het niet zo belangrijk. Misschien later een keer in een filmpje. Maar op dit moment vind ik hem niet zo interessant. Wat ik wel wil gaan laten zien, dat is hieronder waar we al die shapes krijgen, die basic shapes. Want we hebben namelijk, dat is een drop-down menu,
veel meer mogelijkheden. Text en numbers, characters, oftewel karakters, connectors, shape generators, featured en all, circuits, assemblies en componenten, printable kits, dinosaurus, skeleton, je eigen favorieten en dergelijke. Goed, in eerste instantie beginnen we maar eens even met die basic shapes, om die er maar eens even uit te lichten. En bedenk dan dus dat elk object in twee vormen te verkrijgen is. In de materievorm, dat is de gekleurde vorm, en de antimaterievorm, en dat is de grijze vorm. Nou, zo hebben we dus bijvoorbeeld van begin af aan nog een keertje het vierkant. Dat is 1. Dan de cilinder. Dat is 2. Dan krijgen we de sfeer, oftewel eigenlijk de bal. Ja? Dan krijgen we scribble. Scribble is het leuke, dat je zeg maar bij scribble gewoon zelf iets kunt gaan tekenen. Zo. Hoppakee. En als ik dan iets teken, dan kan ik hier rechtsonder dan zeggen. En vervolgens heb ik dat object op het bed liggen. Zoals je hier ziet, zo kun je dus ook je eigen handschrift gaan tekenen. Zoals al misschien eerder een keer op het 3D-printforum.nl voorbij is gekomen. Nu we het daar toch even over hebben, hè? Dat 3D-printforum, ik zal hem eens even tevoorschijn halen. Dat is deze hier. De 3Dprintforum.nl is een Nederlands forum van mensen die 3D-printers bezitten. Of het het grootste is, ik weet het niet, ik denk het niet, maakt ook niet uit. Maar het is wel een forum waar het heel gezellig is en waar je eigenlijk bijna altijd vragen, antwoorden op je vragen krijgt. Misschien ook wel vragen op je antwoorden, dat wil ik ook nog vanaf wezen. Maar het is dus een heel leuk forum om aanwezig te zijn. En ik zou je van harte willen uitnodigen om daar eens een kijkje te nemen. En nee, het is niet van mij. Met andere woorden, het is niet preken in eigen kerk. We hadden die scribble hier gehad. Laten we het volgende object maar eens gaan bekijken. Een dakje. Die hebben we in mijn eerste video al gezien over Tinkercad, in de basisfuncties van Tinkercad. Want daar zagen we dat dakje al in gebruik, zeg maar, als het ware. Dan de koonvorm, oftewel het ijshorentje, maar dan omgekeerd, zeg maar. En die kan je natuurlijk ook mooi in allerlei vormen en objecten gebruiken. De kam. Dan het ronde dakje. Komt die aan? Ook die heel mooi te gebruiken. Dan ga ik de volgende, dat is een tekst. En die gebruik ik regelmatig zelf eigenlijk. Als ik die aanklik, heb je hier aan de rechterkant natuurlijk, want je hebt iedere keer hier rechts allerlei instellingen die je kan doen. Maar dan kun je hier je tekst veranderen. Kaphaak. Zelfs nog het lettertype, maar wel heel beperkt. Dan de hoogte. Zie je dat? Ook weer het bevel. Nu zien we wat meer wat die bevel doet. Dat is eigenlijk de dikte van het object. En het aantal segmenten. Ja, je ziet daar weer weinig gebeuren als je dat verandert. Zie je dat? Dus het is een beetje afhankelijk van wat je wil en wat je niet wil. Als ik deze functie gebruik om te gaan 3D-printen, meestal zal ik dan eerst een soort van platte plaat maken. Dat doe ik met die kubus. En dan laat ik die tekst, die laat ik daar bovenuit steken. Zodat je, zeg maar, als je het gaat printen, ja, eigenlijk een ondergrond hebt met daarbovenop de tekst. Kaphaak ga ik even wegdoen, want die zit me een beetje in de weg nu. Want we hebben nog veel meer van die objecten hierin zitten. We hebben bijvoorbeeld de wedge, oftewel de wig. Het is eigenlijk een driehoekje, maar dan op zijn kant, als het ware. Ja, een driehoekje kan moeilijk op zijn kant zijn, maar een soort ander driehoekje, zeg maar. Dan krijgen we de piramidevorm. En de halve bol. De Magdeburger halve bolle, misschien herinnert u zich nog wel vanuit de natuurkunde lessen. Het polygoon. Oftewel meervormigheid. Je kunt hier zien dat er op dit moment 6 zijdes aan het polygoon zitten. Als ik hem nu ga verschuiven, nu is die 7 zijdes. Of eventueel nog meer zijdes. En je ziet dat ook aan het object hier onderin veranderen. Even terug naar 6. Nou, dit zijn er 5. Nu zijn het er weer 6. En dan heb je dus een zeshoekige vorm. We hebben er nog meer. De paraboloïde.
paraboloïde noemen ze het ding. Ja, het is fantastisch. Maar het is een soort van, denk maar aan de kop van een vliegtuig. De torens, een ring die rond is, zeg maar even. Denk maar aan een donut. Dan de tube, dat is eigenlijk een cilinder, maar dan hol van binnen. Als je erg verliefd bent op je vrouw of op je man, want als je een vrouw bent, kan het op je man zijn. Het hartje. En dan hebben we twee soorten sterren. De ster die aan alle zijden, ik heel even draaien, dan kun je dat zien. Dit is dus een ster, zeg maar, die een hoger middenpunt heeft en dan wat afloopt naar de zijkanten toe. En dan hebben we nog een ster, die komt er nu aan. En dat is de ster die, zeg maar, gewoon aan alle kanten even hoog is. Nou, ik heb er nog een paar. Ik moet er even wat gaan verwijderen of wat gaan verplaatsen, want ik heb geen ruimte meer, zoals je misschien ziet. Dus ik ga even wat ruimte maken op mijn bedje hier. Even wat nieuwe functies er nog bij zetten. Dat is de icosahedron, noemen ze dat. Ik heb geen idee hoe je dat in het Nederlands moet vertalen. Maar het is in elk geval een meervlakkig object, zeg maar. Dan hebben we de ring. Het lijkt een beetje op de tube. Alleen nu zijn de randen afgerond naar boven en afgerond naar beneden. Dus, en dan kunnen we hier rechts kunnen we zelfs nu gaan spelen met die... Met die ringvorm als het ware. En dat heeft te maken met de dikte van die ring, zeg maar. Dan hebben we de dobbelsteen. De dice, dus als je dobbelstenen wil maken, geen enkel probleem. En de diamant. En die gaan we hier ook even neerzetten. Je ziet heel veel verschillende objecten die je dus in materie en antimaterie kunt krijgen. En die je kunt gebruiken om mooie dingen te maken in Tinkercad. Ik heb al eerder gezegd in de basisfilm dat heel Tinkercad bestaat eigenlijk uit je fantasie. En met je fantasie kun je alles maken, want je kunt dingen omhoog trekken, in de breedte trekken. Je kunt zaken uitsnijden, je kunt holle materie maken. En op die manier kun je eigenlijk alles maken wat je maar kunt bedenken. Voor vandaag vind ik het even genoeg. We zullen in de volgende serie over Tinkercad zullen we die andere zaken hier eens een klein beetje gaan behandelen. Er zullen zeer zeker zaken bij zitten die ik niet ken, omdat ik ze ook niet gebruik. Hier moet je vandaag even mee doen. Weet dan dat er dus heel veel mogelijk is in Tinkercad en dat je met name bij elke vorm die je hebt ook even hier aan die rechterkant moet kijken. Naar welke zaken kan ik hier nou instellen en wat doet dat met mijn print. Heel veel plezier. Met het spelen met Tinkercad. Heel veel plezier met het 3D printen. En tot de volgende keer. Dag.